Ze moeten lang naar huis. Ben je al een beetje bijgekomen? Ja. Nee! Dan kunnen we beginnen met het vragenrondje. Ik begin altijd met een cadeautje. En die heeft ook gelijk te maken met de eerste vraag. Oké. Wil je je trouwens nog voorstellen of zo aan de... Nou, inmiddels aan de... Zo, oké! Overal op je deur hangt. Oké, je hebt gelijk. Nee. Oké. En uiteraard... Is dit alleen voor de versiering? Nee, jij mag dit natuurlijk niet drinken. Nee, dit is alcohol. Maar de eerste vraag was, ga sabreren. Oh, ik kan dat niet, denk ik. Denk het ook niet. Maar je mag het wel... Alleen ik mag dat zeggen hoor. Jij moet dat dan zeggen, ja natuurlijk wel. Jij kan dit. Oh, dit jongens, het gaat zo niet goed. Ja. Woe! Yo! 10 met een griffel noemen we dit. Welke fles hebben we eigenlijk voor ons? Champagne Monsepur Vivier. Dat is een bruut. Heerlijk champagne. Zelf een van mijn favorieten. Jij mag het helemaal niet drinken. Wat is je gemiddelde schermtijd van vorige week? Vorige week niet zoveel, want ik had toetsweek. En hoeveel daarvan is nou nog op TikTok? Is dat staat er nou 18 uur? Ja. Oh. In één week? Ja. 18 uur. Oh, ik moet echt wat gaan doen met mijn leven. Nee, ik kan echt niet. Nou, maar het is je werk. Dat is waar. Heb je leuke bijnamen gekregen doordat je rood haar hebt? Zo ja, wat zijn de bijnamen? Rode kop in plaats van rode. Dat staat daar ook wel weer op. En wat is dan elke vraag die elke ginger ooit krijgt? Wat nee, gewoon ja. Puur uit interesse. Ik zie al aan je zo dat je weet wat ik ga zeggen. Nou, wat dan? Is het daar beneden ook rood? Nee. Natuurlijk niet. Hoezo? Je wenkbrauwen zijn er ook rood. Mijn wenkbrauwen zijn niet rood. Echt wel. Helemaal. Helemaal wel. Die zijn hartstikke bruin. Kijk, dat is bruin. Dat is echt niet rood. Word je vaak herkend? Als in op straat. Wow. Let's check it out. Nee. Oké, we zijn nu in de stad en we gaan even kijken wie Rodé Kok herkent. Dit is echt mijn grootste nachtmerrie deze dag. Meneer, kent u haar? Nee. Echt niet. Nee. Van TikTok? Nee. Ik heb geen TikTok. Dit is Rodé Kok, echt een aanrader. Voor wat? Ja, gewoon kijk. ja, nee, laat ook maar. Dit was vreemd. Dit is verschrikkelijk. Dit is echt pure kwelling. Weet u wie deze ster is? Ja, Anita Ekberg. Correct! We are not that, maybe that's why. Oh, oké. Okay. But she's cute, very cute. TikToker. Oh, she's a TikToker. Yeah, but very famous. Guys, it's her! Rodé Kok. Now you're gonna famous star! Yes. You maybe got a small tip for? For the picture. No. Oh. All right. Have a nice day. You too. New bitch, yeah, she bad as hell. She got long hair. Ken je haar? Yes, sir. Ja, maar ken je haar? Volledig. Weet je wie dit is? Dag dames. Hi. Kom erbij. Hey. Weet jullie wie dit is? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Willen jullie een foto? Ja, dat zijn heel gelukkig. Heel gelukkig. Ja, zeker. Heb jij wel een idee? Wow. Wat voor room is dat? Oh, dit is leuk. Kan je nee. Dat kan je wel doen. Ik doe dat nooit. Ik zat zo eng. Ik doe het toch niet. Ik heb best vaak videoboodschap gedaan. Heb je er ook geld voor gevraagd? Nee, tuurlijk niet. Dat vind ik toch zo idioot. Dat is zo triest, jongens, als mensen dat doen. Er zijn echt veel mensen die dat doen, hè? Ja. Geld ook heel veel TikTokkers doen dat. Ja, geld vragen voor een videoboodschap. Dan ben je TikToker. Voor een tientje doe ik alles. Ik kreeg deze vraag ook best wel vaak. Kan je niet eens echt gaan werken? Nu heb ik dus ooit wel eens echt gewerkt. Oh ja, zoals? Work. We hebben een aantal opties. DHL, Intertoys is een optie. Ja. Oh, je wilt dat ik dit ook echt ga doen straks? Ja, Albert Heijn, we hebben de oude en de nieuwe. Of je mag als bouwvakker het verkeer gaan regelen. Ja, wel Intertoys dan denk ik, man. Maar wat moet ik daar gaan doen? Ik ga naar binnen, ga ik gewoon mensen helpen? Ja. Als een medewerker naar me toe komt en zegt, wat doe jij? Wat zeg ik dan? Ik denk dat ik gelijk in de huilen uitbarst. Nee, je moet gewoon zeggen van ja, ik werk hier. Ik moet al heel de dag dingen doen die ik niet wil. Hi, kan ik je echt mee helpen? Digitaal is die goedkoper, toch? Ja, klopt. Digitaal is die goedkoper. En hoeveel goedkoper is dat? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, nee. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Hallo, kan ik ergens mee helpen? Oh nee, dank je. Nee? Okay. Ik kom vragen of ik kan doen. Wij weten van niks. Oh, jullie hebben geen stagiaires nu. Nee, oh, oké. Okay.
ja, ik zei, wat kan ik doen? Zeg ze, wat, je werkt hier niet. Ik zeg, jawel. Toen heb ik gezegd dat ik stage loop en op verkeerde... Wat? Ja. Ik dacht echt, jullie zijn meegenomen en het duurt veel te lang. Ja, hartstikke soepeltjes. Hoe zou je heten als jongen? Dat is een leuke vraag. Oh, Levi. Echt? Ja, en anders Lucas. Ik zou Madelief heten. Nou, laten we blij zijn dat je een jongen bent geworden. Nee, oh. Madelief is best wel mooi. Ja, probeer hem maar goed te praten. Dan de vraag waar het natuurlijk eigenlijk allemaal om draait. Zijn jullie samen? Ja. Wat? Nee, als in een relatie. Oh, nee. Inderdaad. Nou, zullen we een vriendschapsknuffel... boxen? We hebben zelfs een vriendschapsketting. Oh ja, heb je hem om? Ik ben hem volgens mij kwijt. Dat is echt nog veel erger. Ik kan nu precies zeggen waar die ligt. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky can get high with me, that's a deal, right?